En dan nu? Hallo kijkers, ik word 80 jaar oud. Dan heb ik 40 jaar in de 20ste en 40 jaar in de 21ste eeuw geleefd. Dat leek me wel een leuk evenwicht. De Waalkade wordt voor de derde keer in 30 jaar op de schop genomen. Begin jaren 80 is de huidige kade grotendeels aangelegd. Halverwege de jaren 90 is de keermuur aangelegd en een jaar of drie geleden hebben ze die kademuur maar weer een metertje of wat verhoogd. Dat er ook nog wat bomen en paaltjes verherplaatst worden, daar heb ik het nu even niet over. Ergens halverwege vorig jaar sloeg de paniek toe bij de gemeente. De damwand bleek kieren te vertonen. Door de druk van een van de zeven heuvelen waar deze stad op gebouwd is, werd de damwand de rivier ingedrukt. Er moest een nieuwe komen. Daar was, zogezegd, haast bij. Voor december moest het zowat uitgevoerd zijn, leek het even. Maar nu zijn ze rustig de bestrating aan het aanpassen en komt er ergens in dit jaar een nieuwe wand langs de kade. Die wand moet 100 jaar meegaan, wordt er geroepen in alle berichten die je erover leest. 100 jaar? Dat is wel een hele lange garantie. Op de meeste spullen die ik heb en de dingen die ik laat uitvoeren door anderen, krijg ik, als het meezit, een jaar of 5 garantie, maar eerder veel minder. Ik vind het knap dat het bedrijf dat die damwand gaat bouwen deze garantie durft af te geven. Dat wordt een stevige muur. Maar eerlijk gezegd durf ik er nu al op te wedden dat voor 2040 er weer een nieuwere wand gemaakt gaat worden. U zag foto's van het regionaal archief van de Waalkade van ongeveer 100 jaar geleden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Er was toen ook een zwembad in de rivier. Het is maar een idee, maar wie weet krijgen we dat ook nog wel eens terug.